Ja, dat is ook een nieuwe video. Vandaag zijn we met een nieuwe soort van Redstone Showcase. Het is al een tijdje geleden dat ik iets met Redstone heb gedaan, maar de nieuwe EP9 snapshot heeft iets super awesomes. Namelijk trapdoors, die kun je nu bewegen met pistons. En er zit ook nog een bug in, ik weet niet of het een bug is, maar of dat het zo hoort. Maar je kunt ze dus bewegen. En als je ze hebt gepowered en daarna nog een keer beweegt, weg van de power source, blijven ze geopend. Dus daarmee heb ik een soort van trapdoor gemaakt. En dan blijft hij open, terwijl hij helemaal niet gepowered is. En zelfs blokupdates die doen niks. Totdat je een redstone hiernaast plaatst en dan gaat hij weer dicht. Dus ja, maar goed. Nou werkt dit dus niet meer, nou blijft hij zo, oké. En zo. En als je dan nog een keer op drukt, dan gaat hij gewoon dicht. En het is een flush en seamless, het is nog niet echt geprobeerd te compacten. Het is me nog niet gelukt om te compacten. Maar ja, het is... Het werkt dus. Misschien dat er in de toekomst een 2x2 deur flush en seamless komt. Heb ik ook al geprobeerd hier, maar dat was best wel lastig. Ik heb één hoek geprobeerd te doen. Maar meestal als ik dan iets deed, dan kwam er dit uit en zo. En dan heel lastig om dat ding twee keer te poweren. Dus ja, heb ik er maar zo een van gemaakt. Deze is trouwens ook richting gewijzigd. Oftewel, hij kan alleen in deze richting volgens mij. Want ik heb hier precies hetzelfde geprobeerd met dat piston gebeuren hier, dat die heel erg snel weer omhoog gaat. Kijken, dat die omhoog gaat terwijl hij gebouwd wordt. Dat heb ik daar ook geprobeerd, maar dat werkte daar niet meer, terwijl ik het in dezelfde richting had trouwens. Dus ik heb geen idee waarom dit dat hier wel doet. 1.9 snapshot, lekker buggy. Maar goed, ja, je kunt hem zo niet openen. En ja, eigenlijk is het gewoon een soort van trapdoor, maar dan met een echte trapdoor. En ook nog flush en seamless. Dus dat kon eerst niet. Want je kon dit blok niet poweren om deze te poweren. Dus ja, ik hoop jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Bye bye.